Hoi en welkom. In deze video gaan we kijken naar die hybride kruisingen. Nou, de leerdoelen. Je weet wat wordt bedoeld met een onafhankelijke overerving. Je weet hoe je van een dihybride kruising een kruisingsschema moet opstellen. En je kunt de frequentie, kans van genotype en fenotype van nakomelingen bij een dihybride kruising afleiden vanuit een kruisingsschema. Even gewoon heel simpel gezegd, je kan gewoon zo'n kruisingsschema interpreteren. Nou, gaan we beginnen. Even eerst kijken, wat is nou onafhankelijke overerving? Wanneer genenparen op verschillende chromosomenparen liggen, kunnen deze onafhankelijk van elkaar in geslachtscellen komen. Je spreekt dan van onafhankelijke overerving. Even een voorbeeldje. Stel je voor dat een bepaalde eigenschap, eigenschap A, bevindt zich op dit chromosomenpaar, op deze plek. En ik ga tegelijkertijd kijken naar eigenschap B, die zich hier bevindt, bijvoorbeeld hier onderaan. Deze twee eigenschappen erven onafhankelijk van elkaar over. Dus dan noem je dat onafhankelijke overerving. Dus ze kunnen onafhankelijk van elkaar in geslachtscellen komen. We hebben ook al eens een keer gekeken naar gekoppelde overerving. Dan zitten ze bijvoorbeeld aan elkaar vastgeplakt. Ja, dan zijn ze afhankelijk van elkaar. Dan worden ze samen doorgegeven. En nu kijken we naar onafhankelijke overerving. Misschien is dit een wat beter plaatje. Je ziet hier twee chromosomenparen. Het donkergroen is hoofdletter A, lichtgroen kleine letter A, nou, enzovoorts, enzovoorts. Dit is dus een chromosomenpaar en dit is een chromosomenpaar. Dus ik heb twee verschillende eigenschappen op twee verschillende chromosomenparen. Dus die kunnen los van elkaar, onafhankelijk van elkaar, in verschillende geslachtscellen komen. Nou, een kruising waarbij wordt gelet op twee erfelijke eigenschappen wordt een dihybride kruising genoemd. Dus dat is iets anders dan een gekoppelde kruising. En er zijn ook twee eigenschappen, maar die zijn dus afhankelijk van elkaar. En nu gaan we dus naar deze vorm kijken. En gaan we gelijk een voorbeeld doen. Een zwarte effen koe, die voor beide eigenschappen homozygoot is, wordt een aantal malen gekruist met een rood bonte stier. Deze stier is ook voor beide eigenschappen homozygoot. Nou, in dit geval is hoofdletter A zwart, rood is recessief, dus dat gaat om eigenschap kleur. En dan gaan we kijken naar patroon. Effen is dominant en bont, dat je gevlekt is, dat is recessief. Voor de beelddenkers, zo ziet dat eruit. Dus ik heb een zwarte effen koe, beide eigenschappen homozygoot, zwart effen en een rood bonte stier, rood bont. Nou, maak een kruisingsschema tot en met de F2 en geef de kansen van de mogelijke genotype en fenotype. Dat zou een vraag kunnen zijn. Nou, hoe zou je zoiets nou aan moeten pakken? Ja, voor die F1 hoef je niet per se een kruisingsschema te maken. Ik bedoel, je kunt eigenlijk ook met een dihybride kruising kun je al zien dat er maar één mogelijke combinatie is. Dat ze voor beide eigenschappen straks heterozygoon zijn. Dus alle nakomelingen zijn voor beide eigenschappen heterozygoot en zijn dus zwart en effen. Maar als ik nu naar de F2 ga kijken, dan wordt die een tikkeltje ingewikkelder. Want in de geslachtscellen kunnen er verschillende combinaties voorkomen. Het kan zijn dat groot letter A met groot letter B gaat. Of grote A met kleine B. Of kleine A met grote B. Of kleine A met kleine B. Op deze manier moet je het ook gaan opschrijven. En gewoon de mogelijke combinaties langs. En voor de zwarte F-stier is dat precies hetzelfde. Nu, kan je daarvan een dihybride kruisingsschema maken? Die ziet er zo uit. Het is het heeft wat meer vakjes dan een monohybride kruising. En een monohybride kruising heeft 4 vakjes. Deze heeft 16 vakjes. Nou, dan kun je ze allemaal zo gaan invullen. Dat kan prima. Het enige nadeel is, het kost gewoon heel veel tijd. Dat is irritant. En de kans bestaat dat je fouten gaat maken. Maar dit is een manier hoe je zo'n kruisingsschema van die F2 zou kunnen maken. En dan, hoe zou dat er dan uitzien? Als het gaat om fenotypen. Want de vraag was, ik wil de mogelijke genotypen en fenotypen zien. En elk van zo'n hokje van die 16 vakjes hier heeft een even grote kans om voor te komen. Stel je voor dat de vraag was geweest, hoe groot is de kans
dat in de FC een nakomeling voor beide eigenschappen heterozygoot zou moeten zijn. Ja, dan zou je dus zo'n uitgebreide kruisingsschema kunnen maken en dan kun je gewoon die vakjes gaan tellen. Het kan ook op een veel simpelere manier. Dus dit is de manier die je gaat onthouden. Ze zijn onafhankelijk van elkaar. Dus de twee verschillende eigenschappen voor de kleur en voor de vlekkenpatroon, of dat die F is, die erven onafhankelijk over. Dus ik mag gewoon twee verschillende kruisingsschema's maken. Nou, ik ben benieuwd hoe groot de kans is dus dat ze heterozygoot zijn. Nou, dat is in dit geval 50%, in dit geval ook 50% kans. En dan mag ik die kansen met elkaar gaan vermenigvuldigen. Nou, even een klein beetje wiskunde erbij. En dan kom je uit eigenlijk op een vierde. Maar we hebben natuurlijk 16 vakjes. Dus stel je voor dat ik op 4 zestiende uitkom. Ja, hetzelfde als 2 achtste is hetzelfde als 1 vierde. Waarom doe ik nou dit stukje met 4 zestiende erbij? Ik heb hier natuurlijk 16 vakjes. En dan wil ik natuurlijk even kloppen. Zijn het inderdaad 4 van de 16 van deze hokjes die uiteindelijk heterozygoot worden bij eigenschap? Nou, gaan we vertellen. Hier zie ik er eentje. Daar, daar en daar. Dus, je mag het op beide manieren doen. Op het eindexamen ben ik nog nooit tegengekomen dat je een dihybride kruisingsschema moet maken. Kan zijn als je docent het heel leuk vindt dat het wel bij een overgangstoets wordt gevraagd. Maar voor een eindexamen, als je als een vraag komt, doe lekker op deze manier. Lekker snel, lekker makkelijk en minder kans op fouten. Hey, dat was het dan weer voor deze keer. Heel veel succes nog verder met leren en tot de volgende.